Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Shadow of the Colossus. Vandaag 3 schaduwpersonen. Ja, ik ga geen counttel zijn. Is misschien een beetje te. Maar ja, vorige aflevering versloegen wij Gaius. En vandaag is het tijd voor Kirin. Ja, ik vertel zo meteen wat zijn echte naam is. En ik weet niet waarom deze Kirin heet. Laat ik daar vast een heel eerlijk mee zijn. Want Kirin, normaliter, voor mensen die Monster Hunter hebben gespeeld, weten hoe de Kirin eruit ziet. Merendeel van de tijd is een Kirin een eenhoorn of tweehoornig paard. En deze heeft niet eens één hoorn. Heel slecht. Heel slecht. Toegegeven, hij heeft wel een hele mooie plaats. Zijn locatie heet letterlijk Kirin Hill. Geinig. En het wordt ook wel een chimerical creature genoemd, omdat er soms ook draakeigenschappen in zitten. Draken of bepaalde salamanderachtige eigenschappen. Ik record te veel, want ik kan het merken aan mijn stem. Oh, Jezus. Oké. Maar ja, we moeten eerst even op zoek gaan naar Phaedra. Ja, dat is de naam van het beest. Phaedra. En Phaedra was een Cretaanse prinses die zelfmoord pleegde. En dit is op zich een hele rare, want in de mythologie was de Theseese koningin Phaedra was zo verliefd op Hippolytus. Alleen toen deze passie duidelijk werd gemaakt aan Hippolytus, was hij zo afschuwd dat zij zelfmoord pleegde. Dat is echt een beetje het verhaal van Patrick, hè? In SpongeBob. Van, hij was zo lelijk, hij vermoordde zichzelf. Of, ja, ik weet het is een kindershow, maar vooralsnog. Zelfde principe. Maar ja, dat is een beetje op zich raar, want Phaedra in deze is een van de meest vriendelijke kolossus van de game. Op zichzelf doet ze niet zo heel veel. Ze is aardig rustig. Ze is 25 meter lang, 10 meter breed en 23 meter lang. Daarnaast heeft zij een beetje, nou ja, hoe zou ik het zeggen? Ree-achtige geluiden maakt ze. Ze heeft ook skeletachtige ribben die uitsteken. Daarnaast is dit een vergelijkbare fight met een kolossus die we later hebben, waarin wij ze moeten leiden naar een specifiek punt. Ja, het is niet meer, nou, een beetje vergelijkbaar met Caius eigenlijk, van daar had je de stenen plak en hier moeten we ze eigenlijk leiden naar de ruïnes onder deze hills. Het lijkt een beetje op, net, je zou zeggen bunkers. En het kan ook wel gezien worden als grote graaf hopen, waarin heel veel mensen werden begraven om zo voor te zorgen dat, nou ja, mensen die geen grafstenen konden kopen, gewoon toch begraven konden worden. Nee, hier heb je Phaedra. Rustig bezig. Nou ja, oorspronkelijk zou zij veel meer vacht hebben, maar dat hebben ze uiteindelijk afgehaald. Vind ik heel jammer, want het zou deze fight iets leuker maken. Want deze fight
Ik vind dit een van de kutste fights uit de game. Het heeft voornamelijk mee te maken van, met het feit dat ik Phaedra moet gaan lokken naar de ruïnes. Nou, een kolossus lokken of mee laten nemen is niet zo heel moeilijk. Een kolossus een bepaalde actie doen op basis van lokken is een stuk moeilijker. Want je moet, Phaedra moet zien dat je de ruïne ingaat. Dus zij wil graag onderzoeken in de ruïnes. En dan kan je het beklimmen. Doet ze dat niet, nou, dan kan je nog 20.000 andere dingen proberen. Zij heeft er gewoon geen zin in. Dus ik heb hier een flink stuk uit moeten snijden. Want deze fight kostte mij een uur. Deze fight kostte mij een goed uur. Want ik zat al te kijken van, oké, gaat ze nog naar binnen kijken? Nee. Want als ze kan dit heel snel doen. Ze kan heel snel erin gaan kijken. Ook al ben je nog maar een seconde erin. Dan kijkt ze erin. Maar ja. In sommige situaties heeft ze er gewoon geen zin in. En dan schudt ze de grond maar een beetje. Nou ja, en oorspronkelijk zou Phaedra heel veel meer elementen hebben gekregen als Quadratus. Omdat het een quadraped is. Omdat het viervoetig is. Hij laat het een beetje combineren met elkaar. Maar ja. Belangrijkste truc in deze. Als Phaedra je ziet de ruïnes in te gaan, wacht maar gewoon. Dat is het allerbeste wat je kan doen. Gewoon maar wachten. Ze komt wanneer ze komt. En als ze niet komt, nou ja, gewoon blijven wachten. Want wat je eigenlijk wil, je kan deze fight op twee manieren doen. Eén, ze steekt haar hoofd naar beneden en je kan die twee, nou ja, hoe zou ik het noemen? Die twee touwen rond haar nek pakken. Ik weet het, het zijn geen touwen, meer stenen. Vlechten, vooralsnog. Daarmee kan je klimmen. En de andere manier is om via de staart en meer het staartbotje te komen. En nu zie je ook wat ik bedoel. Als zij gaat bukken om erin te kijken, kan je hier heel makkelijk bij. Want dat maakt deze fight totaal niet moeilijk. Via de vlechten kan ook wel. The fuck was dat, Wonder? De vlechten kan ook wel, alleen de vlechten is een stuk moeilijker. Want dan kan het ook soms zijn dat Phaedra je ziet en meteen wegloopt. En dan mis je net de jump. Want die hitboxen voor die stukken touwen zijn een stuk minder toegankelijk. Nou ja, één voordeel wel van Phaedra. Phaedra heeft niet al te veel sigils. Zet er daarheen en zet er bovenheen. Je hoeft geen heel lang stuk te lopen. En dat scheelt wel een heleboel. Schud maar door, schud maar door, schud maar door. Want ik raak je toch wel. Maar ja, je ziet ook, Phaedra viel ons niet aan. Ze was een beetje pissy, maar ze viel ons nooit aan. En daarmee kan je het ook wel een beetje hiermee vergelijken van... Wander killt alle kolossussen, maar sommige kolossussen doen nog geen vlieg kwaad. Want onthoud, Phaedra zat hier maar gewoon te wachten. Ik weet niet waarop, maar ze zat te wachten. En dat was Phaedra, de land van de grafzerken. Mooi woord, grafzerken. Maar ja mensen, dat was hem. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.